verhaal weer een beetje. In het begin was de scherpte er wel. Ja. Maar aan het eind. Kleine dingetjes, alles was wat minder fel, weet je wel. Komt ook niet echt in je ritme. Hè. Nu is de eerste ronde van de feest 200 nog eigenlijk goed. Ja, ja goed. Niet vermoeid hoor. Nee. Maar sommige stukken, zeg maar, Mannenveen is nu een goeie. Eigenlijk hetzelfde als gisteren. Rem erop, laat hem los, pak de gas erbij en vanaf dat moment dat hij wijd. Ja? Ik kan niet echt een grote drop merken. Eigenlijk vanaf het begin af aan is er weinig grip. Ja. Constant. Maar wel constant. Ja. Druk. Het zit redelijk kort op elkaar. Veel mensen, druk is super voor het thuispubliek. Ik ga me zo ook nog voorbereiden met wat fysieke voorbereidingen met de pols. Dan gaan we volle focus richting de wedstrijd. Ja toch. Waar sta je nu, Rob? Twaalfde plaats, bedoel je dat niet? Achteraan in het veld. Achter in de vrachtwagen. Achter in de trailer. En je motor ruim, om het zo maar te zeggen. Ja, achterste gedeelte van de vrachtwagen. Omkleden voor de race. Yes. Spanning en adrenaline bouwt al op. Dat zeg ik niet. Maar het is wel zo. Weet jij als geen ander. Ja, voor de race wil je dat het voorbij is. Dat is snel maar voorbij. En na de race denk ik van, ik heb eigenlijk wel zin in het vol. Dus dat zo. Giet door je lijf. Ja. Niet heel relaxed, met je armen zeker. Om dat pak even aan te doen. Nee. Maar dat gaat. Doe je hem vandaag een keer niet aan, joh. Heb je die airbag al vastzitten? Ja, het zit erin. Ja, maar staat die al aan? Nee, nog niet. Doe ik straks.
succes, maatje. Zet hem op.